Wat een binnenkomer. Je gaat even een PR rijden. Ja, nou, dat had sowieso al gemoeten natuurlijk om te plaatsen. Daar was ik al van uitgegaan. Maar ja, top. Dat je sowieso Williams haalt. De race was niet tot twee ronden voor het einde niet goed. Maar, niet goed. Het ging prima. Ja, dat bedoel ik, sorry. De laatste twee rondes waren niet goed. Nou ja, en dan toch vijfde. Ja, super. Je had onderweg ook nog een klein akkefietje. Je viel bijna. Ja, dat is jammer. Ik kwam in een scheurtje terecht of zo. En ik was heel even mijn balans kwijt. En dan moest ik weer eventjes aanzitten. Dat was wel jammer geweest. Want sindsdien voelde ik eigenlijk wat in mijn benen. En daarvoor niet. Dus dat was wel... Misschien was dat wel het punt waardoor ik die laatste twee laatste rondes zo reed. Ik sprak net met de bondscoach, Wopke de Vecht. Die zei, hij is geplaatst. Koen. Ja, top. Doel. Eerste doel binnen. En ja, echt hartstikke blij mee. Ja, ik vond toen ik die laatste twee rondes reed, dan had ik er minder vertrouwen in. Over naar de finish. En de tijd was hard. Maar je weet gewoon dat er in die laatste twee rondes gewoon 5 seconden te winnen valt. Al doe je het goed. Nou, en dat is dus niet zo gebleken. Die moeten nog 4 rijden. 5e worden is ook niet verkeerd, hè? Nee, zeker niet. Maar als 19-jarige en nog AST junior, dan is het al redelijk goed, vind ik zelf. Misschien zit er nog meer in. Ja, ik denk het wel. Dit seizoen, daar gaan we voor. En ik bedoel vandaag? Ja, misschien wel. Nou, laat het hopen.